bij de Haagschool werd er bij een thuiswedstrijd van honkbal 1 een bekende of minder bekende dokter uitgenodigd om een balletje te gooien voor de wedstrijd. Ditmaal is het Ben Corino van Studio De Wit. Oké, en het is natuurlijk een hele eer om die eerste bal te mogen werpen. Ja. Wat leuk om te doen nu. Ja, natuurlijk is dat hartstikke leuk. En, het was voor mij ook een kennismaking met honkbal, want dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Behalve op de middelbare school natuurlijk, maar dan heette het softbal of slagbal. Maar nee, ik vind het heel leuk, ja. En eigenlijk ben ik ook achtergekomen dat het wel een sport is die verdient om meer aandacht in Dordrecht te krijgen. Dus ik hoop dat mensen denken van, we gaan eens vaker kijken. Ik ga het in ieder geval wel doen. Honkbal weer in Dordrecht een beetje te promoten in zijn algemeenheid. En toch eigenlijk weer te laten zien dat een sfeer heerst bij een honkbalwedstrijd. Nodigen wij elke wedstrijd die wij thuis spelen van honkbal 1. Nodigen wij een bekende of een minder bekende Dordtenaar uit om de eerste bal te gooien. Dus dat hebben diverse mensen al gedaan tot nu toe. En tot en met het eind van het seizoen willen we dat ook blijven volhouden. Want met het honkbal, ook het softbal, zit een beetje in een dip op dit moment. Het aantal leden wat de Nationale Bond heeft, dat loopt langzamerhand terug. Daar heeft elke vereniging in Nederland heeft daar last van. Dus we proberen op allerlei mogelijke manieren weer een beetje belangstelling voor de sport te creëren. Dat de mensen weer langzaam naar de honkbalvelden toe trekken in de zomer om leuke partijen honkbal te zien. We werken met ons eerste team echt met heel veel eigen jeugd. Dus ook herkenbare spelers. En dat houden we op deze moment vol om het weer een beetje in drift te krijgen. En als mensen belangstelling hebben voor het honkbal of softbal, ze kunnen altijd langskomen. Mensen kunnen altijd een keertje meetrainen. Iedereen die op de middelbare school heeft gezeten, die heeft gesoftbald, die kent de sport, die vindt het misschien ook wel hartstikke leuk, alleen heeft nooit de stap durven maken. Nou, we hebben heel gezellige heren- en dames softbalteams die door de week in één keer per week trainen. Kom op de dinsdagavond gezellig langs en neem je sportkleren mee. Wij zorgen voor de spullen. Zo doen we ook clinics. Voor de jeugd. Het is voor de jeugd een hele goede sport voor de ontwikkeling van zowel motoriek als van het brein. Staat daar honkbal bekend voor. Ja. Op zaterdag is het een van onze belangrijkste sponsors die een eerste bal gooit. Op 14 juli komt de burgemeester. Dus burgemeester Kolf komt de bal gooien. Dat is de laatste wedstrijd voor de zomerstop. Hebben we na de wedstrijd ook een grote barbecue. De zogenaamde zomerstoppen barbecue. Waarin we vakantie gaan vieren. En dan ligt het honkbal, althans voor het eerste team, 3-4 weken stil.